Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat een hele boeiende vraag centraal. Dat is de vraag, wat is eigenlijk verwaarlozing in organisaties? En belangrijker nog, hoe komen we er vanaf? Wat kunnen we eraan doen? En dat concept, dat thema kan ik wel zeggen, dat ga ik verkennen met Joost Kampen, vakgenoot, wetenschapper, onderzoeker, die zich sinds 2011 uitgebreid heeft bezighouden met dat thema. Eigenlijk het thema wel heeft, ja, je zou kunnen zeggen, in de marketing noemen ze het wel gecoind, hè? Heeft geïntroduceerd in onze wereld van veranderen, van organiseren. Joost, ontzettend leuk dat je er bent. Welkom in de uitzending. Hartstikke goed, joh. Leuk. Ja. Kijk er naar uit. Ja. Boeiend thema. Jij bent er al lang mee bezig. Ja. Hoe is dat zo, misschien om mee te beginnen? Ja, zal ik daar iets over vertellen? Want ik ben er eigenlijk bij toeval ben ik erin terechtgekomen. Okay. Het was tijdens de opdrachten voor GVB Amsterdam, die ik ook beschrijf in mijn eerste boek, dat ik met de huidige veranderkundige bagage eigenlijk niet helemaal uit de voeten kon. Nee. En ook met de veranderkundige theorie. Ik heb altijd daar een actieve belangstelling in gehad in de theorie. Maar ik kwam er toch niet helemaal achter, wat is daar nou echt aan de hand? Nee. En toen ging ik een artikel schrijven in 2005, eerst artikel in MNO. En deed ik samen met Gert-Jan Schuiling, die zat toen in de redactieraad. En die zei, nou Joost, dan gaan we naar de VU, want we moeten wel literatuur hebben bij dit artikel. Toen had ik de term verwaarloosde organisatie al wel, maar nog niet de orthopedagogiek. En toen gingen we zoeken in de databases van de VU. En daar typte ik in verwaarloosde organisaties, abused organizations, neglected organizations. En er kwam niks. Nul resultaten. Nee, eigenlijk nul resultaten. Ja, dan krijg je een heleboel blubber, zeg maar. Ja. Tot ik kennelijk ergens even het woord organizations weghaalde om teams in te typen of zoiets. En toen kwam er ineens literatuur uit de orthopedagogiek naar boven. Child abuse en neglect. En toen ben ik gaan zoeken daarin en toen vond ik daar de beschrijvingen in van verwaarloosde kinderen, van gedrag van verwaarloosde kinderen. En toen dacht ik, hé, hier wil ik verder mee. Hier wil ik verder in gaan kijken. Dus ik ben eigenlijk door serendipiteit terechtgekomen in een ander kennisdomein. En daar ben ik mee in gaan verdiepen. Nou, en daar is het balletje gaan rollen, zeg maar. En wat maakte dat je op zoek ging naar dat concept van verwaarlozing? Nou, zo noemden we het altijd al bij GVB. Want ja, na het was al een term. Ja, het was, zoals je het in het spraakgebruik tegenkomt. Hè? Je loopt door een bedrijf heen. Je hebt dat al wel eens in publieke gebouwen. Scholen ook wel. Dan loop je daar doorheen en dan denk je van, joh, dat is aan een opknapbeurt toe. Wat ziet het er verwaarloosd uit? Ja. En dat hadden we ook wel ten aanzien van de mensen bij GVB, waar na lange tijd van bezuinigingen was bezuinigd op opleidingen. De jubilea waren wegbezuinigd. En eigenlijk ook de trams die zagen er ook niet meer uit. Dus we gebruikten het ook wel in de zin van het is sleets. Het is toe. Je voelt aan het als je binnenkomt, als je er langs loopt. Maar ook de interactie van mensen, had daar ook mee te maken? Zekere laconiekheid, maar gewoon in het spraakgebruik. Die zegt, die mensen zijn een beetje vergeten. Ja, in die zin. Dus in die zin gebruikten we het al. Maar het kreeg door die duik in de literatuur kreeg het die andere dimensie. Dat ik dacht van verrek, nou ga ik dingen begrijpen waarom heel veel theorie hier niet werkt. Ja. Want ik ben oorspronkelijk veel meer van de benadering om het vanuit eigenaarschap te doen. Verantwoordelijkheid, autonomie. Verantwoordelijkheid, dus de participatieve benadering. Ja. De eerste project wat ik daar deed, wat ik ook in mijn eerste boek heb beschreven, was de samenvoeging van de verkeersleidingen. En daar werkte ik ook met werkgroepjes en een projectgroep en mensen die hun kennis werd daarbij gebruikt. En je nodigt ze uit om hun kennis te delen. En dat pakte maar niet. Dan zaten we weer bij elkaar en dan zaten mensen er eigenlijk bij. Van ja, oké, wat gaan we doen? Een beetje zo'n houding. Dus ik merkte wel, hé, dat participatieve, dat lukt niet. Ook de repressieve benadering niet, hoor, want ook GVB was helemaal op wangedrag destijds. En, dus dat is de hardere lijn, zou je kunnen zeggen. Hardere lijn. Je moet ergens naartoe komen. Begrenzen, dat we echt zeiden, jongens, dat gedrag, dat kan niet. Dat regelmatige ziek melden, elkaar uitschelden van personeel onderling, pestgedrag en zo. Dat kan echt niet, dus er werd ook hard tegen opgetreden. Maar ook dat leek geen effect te hebben. Nou, toen ben ik in de literatuur van de orthopedagogiek gaan zoeken. Dan ben ik ondertussen, dat artikel vond ik zo leuk, ben ik op zoek gegaan van, hé, ik wil hierop promoveren. André Wiertsma die zei tegen me van, joh, waarom ga je niet gewoon een boek schrijven? Ja. Ik vond het leuk om er onderzoek naar te doen. Ja. En na een zoektocht, Boonstra wilde het graag doen, maar had geen tijd.
kwam ik bij Leon de Kaduwee terecht. En die vond het leuk om het te begeleiden. Kijk, ja. En toen ben ik daar eigenlijk in 2007 echt begonnen met er onderzoek naar te doen, promotieonderzoek te doen. En toen ben ik het gedachtegoed verder gaan ontwikkelen en ontplooien daarin. En het is eigenlijk zo gegaan dat ik de cases nam in mijn opdrachten, waar ik toen in zat. Met GVB als hele belangrijke casus natuurlijk. Ja, daar zat als adviseur, hè? Als adviseur. Ja, precies. Ja. Ik was 1998 voor het eerst bij GVB aan de slag gegaan. Ja. Vanuit mijn toenmalige bureau Bakkenist was dat, daar aan de slag gegaan. Dus die verwondering was al een tijdje bezig. We hadden daar al een hele hoop dingen gedaan. En die orthopedagogiek die gaf ook woorden aan wat we daar aan het doen waren. Ja. En dat kom ik ook nu nog in de praktijk, kom ik dat regelmatig tegen. Dat ik dan met mensen in gesprek kom in een nieuwe opdracht of organisatie. En die zeggen dan, verdraaid, een aantal dingen deed ik al zo, maar nou heb ik er de taal bij. Ja. Die ontdekking deed ik toen ook. Dat die manier van werken, er zaten al een aantal haakjes in die klopten met de orthopedagogiek. Ja, gaaf. Ja, ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Het is natuurlijk een beetje flauw om alleen maar complimenten te gaan geven. Maar toch, het boek heeft wel inderdaad taal gegeven aan heel veel processen die mensen zien of ervaren in een organisatie. Waar ze van zich afvragen, ja, moet dat nou zo? En waarom lukt het maar niet om het te veranderen? En ook nog eens aangevuld van, we proberen het wel, maar we komen maar niet verder. Hè? Ja, en dat uitzicht dan in allerlei hele vreemde onderstroombewegingen. Zoals, schrijft natuurlijk ook over verworven rechten. En mensen zeggen, ja, op maandag begin ik altijd een uur later. Ja. Dus dan kan ik niet meedoen. Of ik heb het al een keer geprobeerd om te veranderen. Toen mocht het ook niet. Ik neem mijn verantwoordelijkheid niet. Eigenlijk dat type... En wat kunnen wij dan leren van die orthopedagogiek? Of van hoe we naar kinderen kijken? Daar zal ik even iets over zeggen. Dan kom ik straks even terug op de aanleidingen om gevraagd te worden. Maar dat zit denk ik dan wat verder in ons gesprek. Wat me daarin opviel in dat gedrag dat van die kinderen, is dat eigenlijk dat weerstandsgedrag, dat heeft een andere betekenis. Bijvoorbeeld je niet aan afspraken houden, je verantwoordelijkheid niet nemen, die van je afschuiven, hè, van het ligt aan de organisatie, dat is zo'n geluid. Die ruimte invullen op een manier die eigenlijk niet de bedoeling is. Hè. Je vaste thuiswerkdag nemen. Als ik dat hoor, dan gaat er altijd even een oranje lampje. Voel je al iets denk van, hey, wat is hier aan de hand? Hè? Ja. Is dat echt een afspraak of zit er iets onder daarin? Nou, ik kreeg in de orthopedagogiek dus een andere betekenis voor dat probleemgedrag. Ja. En dat had deels te maken met dat er geen aandacht was voor mensen. En dat is ook vaak wat ik zie in organisaties. Ze zijn tijdenlang hun gang gegaan. En of ze het nou zus deden of zo deden, er was gewoon geen management aandacht was er voor. En dan gaan ze het op hun eigen manier doen. En dan denken ze, laat maar. Ik zoek het zelf al uit. Ja. Nou, dat is die ene overeenstemming die erin zit. En dat andere is dat die verwaarloosde medewerkers, die zijn ongelooflijk slim geworden. Dus als je gaat veranderen en je doet het via de participatieve aanpak, jongens, leuk, we gaan samen een verandertraject doen, denken ze, oh, is goed, dan kan ik tenminste bewaken dat mijn vaste vrije dag gewaarborgd is. Je gaat je eigen belang eigenlijk laten prevaleren. Je eigen belang breng je dan in, daarin. Dus ze zijn in zekere zin leren ze wel. Ja, ze leren heel veel van elkaar. De slechte dingen. De slechte dingen. De dingen die niet leiden tot een verbetering in een organisatie of tot een verandering die je zou willen. En dan kom ik eigenlijk tot de kern van wat ik leerde in de orthopedagogiek. Dat de wederkerigheid in de relatie, die is weg. Dat is eigenlijk, dus als je de kern van mijn theorie neemt, is dat ook het lastige om te begeleiden en om te adviseren. Omdat je als adviseur werk je eigenlijk altijd vanuit een relatie. Ja. Je contracteert een relatie en van daaruit ga je werken. En wat bedoel je, de wederkerigheid is weg. Dat doet me ook wel denken aan netwerktheorie. Hè? De wederkerigheid van informatie, van vertrouwen, veiligheid. Maar ook een norm, hè, die je hebt. Precies. Als die dus weg is en dat de gebrek helemaal aan weg. Ja. Er zijn wel dynamieken. Maar de dynamiek is meer in de peer group. Zoals ik destijds zag, dat die trambestuurders, die wisten elkaar onderling uitstekend te vinden. Dus maar meer om elkaar te informeren en even zeggen, nou, voor die leidinggevende, dan moet je vooruit kijken. Dus er zijn wel netwerken en relaties en groepen waar uitgewisseld wordt. Ja. Maar in die verantwoordelijke relatie, in de structuur van de organisatie, is een heel ander gedrag. Daar is die weg. Dus je inzetten voor de organisatie, dat is weg. Je ziet het in het onderwijs, zie je het ook heel veel, dat mensen wel bevlogen zijn voor hun vak.
ook iets hebben met die studenten, maar ondertussen zoiets hebben van ja, die organisatie, die hogeschool waar ik deel van uitmaak, ik heb er totaal niks meer mee. En zich daar ook naar gaan gedragen. Ja. Nou, en dat maakt het zo ontzettend lastig dat veel van de adviesbenaderingen die van een nou ja, participatieve aanpak, een eigenaarschap aanpak. Ja, dat is ook heel in de mode, hè? Dat is hartstikke in de mode. Ja. Dat breekt me de bek niet open over de zelfsturing. Hè? Ja. Dat werkt dus totaal niet. Het lost niet het probleem op. Nee, omdat er wordt een relatie verondersteld die er niet meer is. Nou ja, dat is een treurige constatering als mensen inderdaad een gevoel hebben. Ja, ik vind het heel leuk om in de klas te staan. Ik vind het ontzettend leuk om zorg te verlenen. Maar die organisatie, die werkt alleen maar tegen. Dus dat was ook letterlijk wat ik die GVB'ers hoorde zeggen. Van ja, ondanks het management zorg ik dat de tram rijdt. Dat herken ik wel, ja. Nou, ja. Dat herken je ook wel in de zorg daarin. Nou, ja, dat maakt dan dat als je daarmee aan het werk gaat, dat je dus niet vanuit die relatie kan werken. Maar dat je eigenlijk eerst, en dat als je naar die interventiekant toe gaat, een paar principes erin. De leiding moet het doen. Dus ik ben ook gekomen op die parallel tussen ouderschap en leiderschap. Die eigenlijk zo voor de hand ligt. Ja. Het gaat om aandacht en het gaat om structuur. Die parallel die vond ik ook. Hè, in parenting styles en in leadership behavior kom je dat tegen. En dat wil dus zeggen dat je als leiding weer gaat doen wat je een hele tijd verzuimd hebt. Dus daar ligt ook de primaire verantwoordelijkheid voor het inlopen van die ontwikkelingsachterstand. Ja. Want dat is wat verwaarlozing veroorzaakt. Een ontwikkelingsachterstand? Een ontwikkelingsachterstand. Mensen kunnen het dus ook niet meer? Ze kunnen het niet of ze willen het niet. En die ontwikkelingsachterstand, dat is in later onderzoek, aanvullend onderzoek. André Willems, die is erop afgestudeerd, een masterstudent aan de VU. En die heeft verschillende elementen van verwaarlozing heeft die onderscheiden. Naar aanleiding van de vraag van ja, kun je nou iets zeggen over de mate van verwaarlozing? Die vraag die krijg ik vaak hè, van goh Joost, hoe lang is het traject dan en waar moet ik het hoe aanpakken? Erg is het? Hoe erg is het? Hè, en kan ik dat meten? Ja. En daar is hij mee aan de slag gegaan en toen heeft hij een aantal elementen benoemd. Hij noemt dan het strategische verwaarlozing, dus er is wel beleid, maar niemand trekt zich er wat van aan. Ja. Operationele verwaarlozing, dus heel veel werkprocessen, die zijn er wel, maar worden niet nagekomen, worden niet gedaan. Educatieve verwaarlozing, dus er is wel, nou in de hogescholen bijvoorbeeld, is ontzettend veel mooi opleidingsaanbod, maar het wordt niet verwacht van je. Er is rol- en positieverwaarlozing. Wat ik veel tegenkom is dat de staven het overgenomen hebben van het lijnmanagement. En dan bedoel je denk ik HR-afdelingen, communicatie, beleid, precies. Professionals. Dus HR-adviseurs bijvoorbeeld, die zorgen ervoor dat de functionerings- en beoordelingscyclus goed gedaan wordt. Ja. En het lijnmanagement die doet er eigenlijk niks aan of het is een ritueel. En dan de emotionele verwaarlozing. En zijn redenering was, en die pas ik nu ook graag toe in de opdrachten die ik doe, is dat als je die check doet op die elementen en het is allemaal aan de hand, dan heb je echt wel even een klusje. Ja. Want dan praat je gauw over 3 tot 5 jaar om dat weer op orde te krijgen. Ja, want je houdt dus ook eigenlijk ook wel een pleidooi over dat veranderen ook wel tijd kost. Zeker. Het is niet, en dat is natuurlijk iets wat haak staat bij veel, nou dat merk ik ook als adviseur, het liefst binnen een half jaar resultaten zien. Hè? Ja. Dat snap ik ook wel. Je wil natuurlijk meters maken. Maar eigenlijk bij dit concept. Het zit ook in de taal. Hè? Dan hoor ik vakgenoten praten over versnellers. Ja. Dan denk ik, oh joh, alsjeblieft ga aan het werk. Weet je wel, dat is zo misleidend daarin. Ja, je kunt het niet kunstmatig versnellen. Nee. Dat is. Nou, als ik dan even dat sprongetje maak naar hoe we zijn zo gevoelig hè, als vakgenoten voor modus. En de zelfsturing heeft inmiddels voor heel wat chaos gezorgd in Nederland, met name in de zorg. Ja. En vooral ook de manier waarop het gebeurt. Hè. Ja, want jij bent er wel kritisch over, hè? Over zelfsturing. Ja. En het is Misschien niet over het concept, maar over de. Over de uitvoering? Ook wel de klakkeloosheid waarmee vakgenoten dat dan omarmen. Ja. En zeggen en vaak de onheuse bijbedoelingen. Dus veel gemeenten die zijn tot zelfsturende teams gegaan, gewoon om managementlagen eruit te bezuinigen. Ja, en er worden bezuinigingen alvast ingeboekt.
En dan is het aan die groepjes ambtenaren van, nou jongens, zoek het maar uit. Ja, sprookje is dat eigenlijk, hè? Klinkt mooi, maar eigenlijk is er iets anders aan de hand. Precies, precies. Nou ja, daarom vind ik jouw werk aan verslaafd aan organiseren ook een verrekt interessante metafoor. Van ja, we proberen elke keer weer wat nieuws. De flow komt er weer eventjes in. Goh jongens, wat leuk, we zijn nu weer bezig met scrummen. Ja. Of, geeft een lekker gevoel. Ja, precies, geeft even een leuk gevoel. Deep democracy, nou, whatever. Ja. En nou, ik ben überhaupt, ook door dat werken in verwaarloosde organisaties, heel erg scherp geworden op, je moet beginnen in de geleefde werkelijkheid die er nu is in organisaties. Ja, dat moet je even uitleggen voor degene die nu denken, geleefde werkelijkheid. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, in de orthopedagogiek zit, in de pedagogiek ook überhaupt, zit heel sterk het ontwikkelingsdenken. Ja. En nou ja, iedereen die in het basisonderwijs werkt, mijn vrouw werkt in het basisonderwijs, die weet dat je sluit aan op kinderen de zone van naastgelegen ontwikkeling van een kind. Ja. Dat is al zo in groep 2, 3 in het basisonderwijs en zo verder. En dat wil eigenlijk zeggen dat je die zone dus opzoekt en dat je van daaruit dat kind een zone verder helpt. En de begeleider, de docent, leerkracht, is daarin de bekwamere ander. Ja. Nou, zo zie ik ook de rol van organisatieontwikkelaars. Je bent de bekwamere ander die die organisatie een stapje verder helpt in de ontwikkelingen. Maar dan moet je eerst weten, waar staat die organisatie nu? In welke zone zitten we? Ja. Als je dan meteen met Scrum aankomt. Precies. Ja, en je doet eerst een pilot en je gaat hem daarna uitrollen. Ja. Dat soort populaire taal. Dan doe je overal in de organisatie, ergens raakt het wel, maar in heel veel rolt er gewoon overheen, bij wijze van spreken. En dan komt een ander begrip uit de orthopedagogiek, wat ik zo mooi vind, dat is differentiëren. Dus in een grotere organisatie, in de zorg bijvoorbeeld, zul je zien dat bepaalde locaties, die zijn professioneel echt goed, zitten ze in elkaar en dan zitten ze dus op een hoger niveau van ontwikkeling. Maar andere moet je nog hele basale dingen eerst in orde gaan maken voordat je die stap kan maken. Elk kind is anders, elk team is anders, elke organisatieunit is ook anders. Sluit daarop aan. Maar dat is natuurlijk wel een hele lastige, als je kijkt naar veel veranderplannen, gaan natuurlijk uit van een bepaalde mate van eenzijdigheid of een bepaalde mate van overzicht. Ja. Terwijl we wel uit onderzoek weten dat er natuurlijk, wat je al zegt, snelheidsverschil is. Ja. Er zijn succesvolle scholen, er zijn scholen die het moeilijker hebben. Dus daar moet je wat mee als veranderaar en ook als manager en als leidinggevende van die verandering. Ik ben dat dus ook door die orthopedagogiek ben ik er anders over gaan denken als veranderaar. Dat je moet het eigenlijk omdraaien. Je moet niet beginnen met veranderen. Daar heb ik met Hans Vermaak een artikel over geschreven. Van verandering begint in de geleefde werkelijkheid, niet in de papieren wenselijkheid. Ja. En wat je veel ziet is dat daarop geïnvesteerd wordt. Ja. Dus de papieren wenselijkheid met een mooi model en vrolijke trainingen. En dat gaat mensen motiveren om te gaan veranderen. Nou, forget it. Want als jij in jouw werkomgeving ziet, je zet je systeem aan en dat crasht binnen 5 minuten. Er komen allerlei klachten binnen omdat werkprocessen niet goed lopen of collega's te beroerd zijn om hun werk te doen en zo. Dan moet je daar eerst verandering in brengen. En dat heb ik ook geleerd in die orthopedagogiek. Je moet eerst in die werkelijkheid beginnen en dan stapje voor stapje ga je verder. En dat differentieert ook weer. Dan zie je dat de ene afdeling sneller gaat dan de andere. Moet je zo kunnen accepteren. Dat is best wel. Je voelt nu al, zoals je het introduceert, hoe lastig het is als je een grote verandering wilt vormgeven. Het vraagt dus wel iets van je. En daarmee zeg ik ook, dat hoort dus in het lijnmanagement te zijn. Want dan kan je het zoveel mogelijk inbedden. En natuurlijk, de ene manager kan verder zijn met zijn team dan de andere manager. En dat moet een directie ook kunnen hanteren. Ja. En dan kom ik ook bij het thema van hoe aangesloten is de hogere leiding eigenlijk op wat er in de organisatie gebeurt. Doet, hebben ze voeling met die werkelijkheid? Ja, hebben ze verbinding met wat er in de operatie is. En ja, dat heb ik voor het eerst bij het GVB zo mooi meegemaakt. Dat die directie die daar werkte, en ik denk nog hoor, doe weer klussen voor ze. Dat die hogere leiding echt oprecht geïnteresseerd is in wat gebeurt er in die werkplaats. Ja, je moet het echt willen weten. Je moet het echt willen weten. Je zou kunnen zeggen, die aandacht kan je dus niet veinzen. Het moet wel enige mate van echte nieuwsgierigheid zijn. Het lastige is natuurlijk dat als je alleen nog kijkt naar het onderwijs, dat heel veel scholen nu het moeten doen met een gedeelde leidinggevende. Of dat leidinggevende meewerkend voorman is, helemaal niet meer de tijd heeft om ook aan de ene kant leiding te geven. Aan de andere kant in die organisatie te zijn. Ja. Het vraagt echt iets van je als je daaraan wilt werken. De vraag die ik regelmatig stel, en dan hoor je praten over de span of control. Ja. Dan zeg ik van, hoe zit het met de span of attention bij jullie? Dus de aandacht. Hoeveel mensen. En ik was laatst in een zorginstelling.
En hij heeft één leidinggevende, die heeft 60 formatieplaatsen onder zich. Nou, in de zorg is dat ongeveer 80, 85 mensen. Ja. Verspreid over 3 locaties. En zij werkt 4 dagen per week. Ja. Ja, die komt er niet aan toe. Dat gaat niet worden. Nee, nee. Die persoon die wilde het echt wel, maar die zegt, ja, joh, zo haal ik de tijd vandaan. Ja. En bovendien gaan er allerlei projecten op mijn bord, daar moet ik ook aan meedoen en zo. Dus dat gesprek ga ik steeds aan, van is die span of attention afgestemd op wat er nu nodig is in de organisatie? Dus dat is een fundamenteel gesprek wat je moet voeren met elkaar. Overzicht over je collega's, je team, gevoel van nabijheid ervaren, tijd hebben, versus de opdracht die je hebt. Wat natuurlijk opmerkelijk is in organisaties, ik heb daar ook wel iets over geschreven, inderdaad wat je zei, dat verslaafd aan organiseren, dat er vaak steeds meer bij komt. Hè? Daar gaat nooit van het lijstje af. Dat noemen we het wel opstapelverslavingen. Er komen projecten bij en er is eigenlijk weinig focus. Ja. Is dat ook een onderdeel van hoe jij kijkt? Ja, dat is zo onderdeel van mijn aanpak geworden. Van, we gaan eerst de basis op orde brengen. Dus daar heb je de parallel met het gezin weer. Ja. Joh, zullen we eerst weer eventjes zorgen dat we allemaal aan tafel zitten als we thuis zijn? Ja. Ja. Dat we om 17:15 even gaan eten. Even de tijd nemen voor elkaar en nog even napraten voordat we weer alle kanten opvliegen. Ja. Dus, en dat is heel lastig in een organisatie om die rust weer een beetje terug te krijgen. Bij GVB hebben we daar eerst mee geëxperimenteerd, want dat was echt het eerste bedrijf die dat goed deden. Ja. Natuurlijk stonden ze ook onder druk van de politiek om beter te presteren. Ja. Dat is met ministeries ook zo. En, je leest de kranten er maar op na. Maar dat je echt zegt van oké, dit project dat moeten we nu echt goed doen. Laten we die andere 2 projecten, laat maar even liggen. Ja. Dat pakken we over een half jaar. Nee, durven zeggen. Precies. En dat is wel een essentieel onderdeel ook in het gesprek wat ik met de opdrachtgever heb. Is van oké, weet dat als we dit aangaan, hè, dus dan kom ik even terug op wat ik straks zei, van als je binnen bent, dan ga je het gesprek aan over van wil je het ook echt aangaan als opdrachtgever. En dan duurt het langer. Ja. En dat moet je ook weten. Dus dat managen van die verwachtingen dan, ik ook als vrij snel zeg ik van ja, we zijn hier 3 jaar mee bezig. Ja. En, als je dat zou willen. Ben je 3 jaar bezig? Dan ben je er echt 3 jaar mee bezig. Ja. En dan gaat het niet zozeer om mijn betrokkenheid, want ik doe dat ook heel graag vaak samen met interne mensen. Ja. Haar business partners bijvoorbeeld werk ik regelmatig mee samen. Maar het gaat wel om even een horizon te schetsen van jongens, dit is niet in een kwartaal of in 2 kwartalen afgesloten. Precies. Ja. En weet ook, het is altijd erger dan je denkt. Die term is ook nog uit te geven bij het is altijd erger heel positief. En het zit dichterbij dan je denkt. Ja. Het zit niet die medewerkers daar. Het is hier aan tafel. Het is hier aan tafel waar we als MT zelf de dingen ook laten liggen. Ja, het spannende is natuurlijk ook, als we het hebben over veranderen, dat mensen vaak heel goed kunnen benoemen wat anderen moeten doen. Maar het al ingewikkelder gaan vinden om naar hun eigen gedrag te kijken. Ja. Ik sprak toevallig gisteren met een leidinggever die zei, het lijkt er wel op van de ene kant dat we heel incongruent zijn als mens. Aan de ene kant hebben we allerlei ideeën. Maar aan de andere kant, als het puntje bij paaltje komt, willen we ook eigenlijk graag ons eigen belang voor laten gaan. En die spanning tussen die 2 werelden, die zie je natuurlijk ook terug in je eigen leven, in organisatie. We weten dat we gezond moeten eten, maar we doen het uiteindelijk niet. Precies. In het interveneren bij verwaarloosde kinderen ook, daar heb ik heel veel geleerd over dat die begeleiders, die doen dat in het hier en nu. Ja. Ik heb daar echt een van de meest waardevolle boeken die ik daarin nog steeds raadpleeg, dat heette Kinderen die haten. En dat ging over een jeugdinrichting, zouden we tegenwoordig zeggen, in Chicago. In arme wijken in Chicago. En die begeleiders die er 24 uur per dag bij zijn, bij die kinderen, die hebben hun bevindingen heel zorgvuldig gedocumenteerd. Okay. En dat gaat dus echt over wat je, dan ben je echt dichtbij. Ja. En dat is ook dat je in het hier en nu durft te interveneren en dat je durft, mooi begrip weer van André Weertsma, maar naar de plek der moeite te gaan. Ja. Of zoals een opdrachtgever van mij in Amsterdam zei, nou Joost, we moeten weer even in het wak zitten met z'n allen, help je daarbij? Dat is echt daar waar het lastiger wordt en waar het taaier wordt. Het wordt echt lastiger, want als je naar die eerste stap die ik volg is, maak een werkelijkheidsanalyse en daar gaan we het over hebben. Wat vinden we normaal en wat vinden we niet normaal? En nou, zeg maar de tweede, derde bijeenkomst die je dan met een MT ook bespreekt, dan zegt er iemand op een gegeven moment die zegt van, ja, maar dit doen wij ook, collega's. Ja. En dan kom je steeds dichterbij en dan heb je hem te pakken. Ja. En dat is dat moment dat je bij jezelf denkt, ja, oeps, dit gaat dus ook over mij. Het gebeurt aan tafel nu.
Het gebeurt, ja. Wat ik wel lastig, maar ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ik merk wel, als je dus in het nu gaat interveneren als adviseur, dat het ook wel heel vermoeid is, niet het goede woord, maar dat je eigenlijk constant bezig bent. Ja. En dat je dan dus ook veel minder snel kunt gaan. Dus het heeft meteen invloed op de contractering van de vraag die je aanneemt, van de ambitie die je hebt als organisatie met het team waar je aan werkt. Ja. Omdat je merkt, ja, het gebeurt nu. Die manager is nu iets mee. Ik moet daar wat mee doen. Ja. Dus ja. Het is heel hard werken. Het is hard werken. En dat is ook, dat moet je ook weten als adviseur in een verwaarloosde organisatie. Hoe blijf ik fit? Dat staat ook op de agenda voor de veranderaar zelf. Ja. He, dus ook een opdrachtgever, een directeur van een onderdeel van een ministerie, die weet drommels goed dat dit niet prettig is, dat het heel veel energie kost. En dan moet je dus ook organiseren dat je daar, ik noem dat het thuisteam, ben ik met een gemeente gaan ontwikkelen waar we 3 jaar bezig zijn. En dat we op een gegeven moment zeiden van ook de OR-voorzitter maakte deel uit van dat thuisteam, zeg maar. Ja. En dat is dus het team waar je even leeg kan lopen. Ja, een soort plek waar je in vrijheid... Even de plek waar je in vrijheid... Ja. Nou, mensen, moet je even horen. Ik dacht toch dat we het daar in orde hadden. Maar toen liep ik daar vorige week even een half uurtje te vroeg binnen. Nou, je wil het niet weten. Ja. Nou, en als je dat ook met veel humor brengt, dan kan je dat verhaal ook kwijt. Maar dat is essentieel dat je op een gegeven moment dus ook als leidinggevend team, en ik maak daar zelf dan als adviseur deel van uit, van dat team, je daar ook even stoom af kan blazen. En ook even weet van, oké, maar dat verbindt ook enorm. Ja. Want je herkent het bij elkaar. Leuk, het is, de luisteraar of kijker kan zien dat ik jouw boeken ook even op tafel heb gelegd. Even op tafel gelegd. Hè, dat eerste boek, hè, de verwaarloosde organisatie natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook een handboek gemaakt. Dat vond ik zelf wel echt super gaaf. Ja. Waarin je eigenlijk een soort praktische gids aangereikt krijgt om ermee aan de slag te gaan. Ja. Dus hiermee, dus wat je net al zei, die analyse, bijvoorbeeld die analysekaarten die jij maakt, die heb je echt ook verder vormgegeven in het boek. Ja. Ja. Dat is voortgekomen uit, meestal werk ik voor langere tijd in een opdrachtgeversrelatie. En dan werk je met interne adviseurs en dan komt na een jaar, anderhalf jaar zo de vraag van, ja Joost, we willen hiermee doorgaan. Hoe kunnen we dit borgen? Ja. Nou, dat heeft me aan het denken gezet en die methode die hierin staat, die methode voor organisatieontwikkeling, die heb ik ook samen met interne adviseurs heb ik die ontwikkeld. En met externe collega's ook van mijn eigen bureau. En toen zijn we gaan zeggen van oké, Joost, je noemt dat een werkelijkheidsanalyse. Wat doe je dan precies? En heb je het over een reflectiedag? Hoe ziet het programma van een reflectiedag er dan uit? Ja. En hoe pas je die kenmerken nou toe uit je eerste boek van een verwaarloosde organisatie? Nou, zo zijn we dat uit gaan werken. Er kwam eigenlijk een soort leercyclus komt daar uit. Ja. Nou, dat ben ik verder gaan uitwerken met het idee van als ik er zelf uitga als begeleider, dan kunnen zij ermee door. Ja. Nou, ja. Dat is het, en het resultaat is dus het boek geworden. Dat is dit tweede boek geworden. En toen ik daarmee bezig was, toen ontdekte ik ook weer van, joh, verdraait het, er is meer vormen van destructief leiderschap. Ja. En want als je bezig gaat, dan kom je meer dingen tegen. En dat is ook wel een ambitie die ik heb. Er is zoveel goed onderzoek gedaan, organisatiekundig onderzoek, naar zeg maar de meer donkere kanten van de organisatie. Ja. Die gebruiken we zo weinig. Nee, dat is wel, dat wilde ik net zeggen, van het is toch wel in de mode om een boek, de meeste boeken gaan over mooie vergezichten en dingen. En dat is ook leuk om te lezen. Ik bedoel, daar krijg je ook energie van. 3.0 4.0 en agile leadership. En, maar jij zegt, er is ook een kant van, een duistere kant van leiderschap. Je noemde net al even destructief leiderschap. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Zeker. Ik ben vanuit het leiderschap van de afwezige ouders, zeg maar. De afwezige leidinggevende ben ik ook verder gaan zoeken. En kwam dan tegen vormen van, of intentioneel destructief. Mensen tegen elkaar uitspelen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook destructief wil zeggen dat het niet bedoeld destructief is. Maar dat het ook onbedoeld destructief kan zijn. Ja. Mensen bijvoorbeeld onder een te grote resultaatdruk zetten. De werkdruk onverantwoord hoog opvoeren. En zo. Dat zijn ook vormen van destructief leiderschap. Ja. En er is heel duidelijk mooi onderzoek naar gedaan, maar dat zit in het wetenschappelijke domein. En wat ik mede door mijn promotieonderzoek ben gaan doen, is dat ik weet een beetje de weg in de wetenschapswinkel, dat ben ik gaan ontsluiten. Ja. Ben ik ook in mijn leergang gaan toepasbaar gebruiken, maken en toepasbaar gaan delen. Ja. Kan je iets zeggen over dat punt van die te grote resultaatgerichtheid die je op teams zou leggen? Dat is natuurlijk wel herkenbaar. Het onderwijs wat er gaat staken gaat grotendeels ook hierover, zou je kunnen zeggen. Werkdruk. Wat doet dat met mensen als je te grote doelen
je bord krijgt? Dat demotiveert. Hè? De mensen die echt in hun vak zitten. En dat zie ik bij onderwijsmensen heel vaak. Dat het veel meer gaat over die regelingen en die procedures. En allerlei checks die er gedaan worden. Ja. En papierwinkels en zo. Terwijl zij hard hebben voor het vak. En dan is er dus te weinig aandacht voor het hoe je het echt doet. Dat is die professional in het onderwijs. Ja. Wat niet wil zeggen dat de professionele ruimte, dat is dan zo'n mooi begrip, wil zeggen dat je ook, zoals ik bij een rechtbank tegenkwam, dat die rechter zei, ja, maar ja, we hebben autonome rechtspraak in Nederland. Hè? Ja. Dus ik ga toch geen verlofbriefje invullen? Ja, wacht even. We hebben hier wel bepaalde gebruiken in de organisatie waar we ons ook als rechter aan houden. Ja. Net zo goed als jouw griffier of administratief medewerker daarin. Dus ja, maar het hoe je dat gedaan hebt en dat je daar aandacht voor hebt, ik denk dat dat in het onderwijs bijvoorbeeld heel erg weggeraakt is. Ja, ik herken dat wel. Vaak gaat het over het waarom van iets tegenwoordig. Dat is heel belangrijk blijkbaar. Een stip op de horizon, dan is het wat, hè, is ook belangrijk. Ja. Maar hoe je eigenlijk iets aanpakt, is vrij weinig uitwisseling over. Ja. Dat zie je in het onderwijs, maar je ziet het ook in andere organisaties. Mm-hmm. Het gaat heel vaak over de inhoudelijke bepaling van doelen of de afstemming, maar gewoon de aanpak. Hoe doe je dat? Ja, maar je ook dan worden mensen op KPI's worden ze afgerekend. En als je een team van 10 mensen hebt die in principe hetzelfde werk doen, dan is aan die KPI's voldoen, is een teamprestatie. En dan moet je op elkaar kunnen vertrouwen dat ieder zijn aandeel daarin levert. Maar ik vind dat mensen het ook verdienen, dat dat voor de één echt een enorme klus is om eraan te voldoen. En dat de ander dat bij wijze van spreken fluitend doet. Ja, dat is verschil. Er is verschil. Wees maar verschillig. Oude term van de VARA, maar ik vind hem zo mooi. Ja, ja. En heb daar aandacht voor. Ja. Dus je kan niet iedereen op dezelfde manier benaderen. Nee, dat zit in die instrumentele managementbenaderingen, zit dat heel erg. En er zit ook iets van, nou ja, zolang de KPI's op orde zijn, dan hoor ik het wel. Ja. Als er niks aan de hand is, dan, nou ja. Dan is er geen aandacht. Nee, precies. Precies, ja. Even destructief leiderschap nog even naar. Ja, graag, ik heb ook in mijn tweede boek zeg maar het systemisch denken daar ook terug laten komen. Ja. He, van, het zijn niet alleen die medewerkers die heropgevoed moeten worden. Het gaat ook om ander leiderschap, nou destructief leiderschap. Maar wees ook maar, verwaarloosde medewerkers zijn geen lievertjes. Die vertonen allerlei vormen van gedrag wat inderdaad niet kan. Ja. Nou ja, daar zien we voorbeelden van in het nieuws zo af en toe. Hè. Goed, het zal er niet te specifiek over zijn, maar je kunt ze wel uit de krant halen waar je echt integriteitskwesties precies, teams die weigeren om bepaalde keuzes te maken of te precies verhuizen. Zoals ik laatst hoorde in een organisatie, dat er werd een integriteitsonderzoek gedaan en toen weigerden medewerkers aan dat integriteitsonderzoek meten, dat hadden ze onderling besloten. Ja. En ze kwamen er nog mee weg ook. Ja, hallo, wacht even, zo zijn we niet getrouwd. Ja, maar wat zegt jou dat dan als dat gebeurt? Nou, dat kan daar kennelijk. Ja, die ruimte kan je pakken. Ja. Nou, dat is vaak wat in organisaties, want dat destructieve medewerkerschap, dat heeft dus iets te maken met leiderschap, maar ook met de manier waarop het georganiseerd is. Ja. Als jij, en dat noem ik de destructief medewerkerschap, is ook vaak niet intentioneel, maar destructieve organisatieontwikkeling, die ik ook even aanstip. Ja, als jij de ene reorganisatie naar de andere hebt gehad, dan geloof je het ook wel. Nee. Ja. Dan zie je weer een nieuwe manager binnenkomen. Ja. En dan denk je, oh wacht even, die komt van Tata Steel. Oh, die gaat het op zijn manier weer doen. En dan komt er weer iemand van een ander bedrijf en die gaat het weer op zijn manier doen. Het maakt je een beetje, het stomt af. Precies, ja. Terwijl ja. Je wil juist natuurlijk dat mensen erin stappen, mee gaan doen, invloed nemen. Nou, die reorganisaties die dan worden ingezet, is niet zorgvuldig gekeken naar waar is deze organisatie of dit bedrijf nu aan toe. Ja, dus die analysefase is toch echt wel heel belangrijk. In het begin, dat is een beetje niet zo. Ja, het komt weer in de mode, gelukkig. Maar lange tijd hebben we natuurlijk met veranderen snel beginnen, hè, uitproberen, experimenteren. Nou, het heeft ook wel vast wel wat opgeleverd. Maar jij zegt eigenlijk, je moet beter, als je dit soort processen ervaart, moet je beter kijken waar staan we nu. Altijd eerst met een analyse. Begin altijd eerst met een werkelijkheidsanalyse. Ja. Dan heb je het heus niet alleen over mijn theorie. Ik heb dus ontdekt dat die methode van organisatieontwikkeling in mijn tweede boek, die werkt ook in gezonde organisaties. Dan ga je eerst goed kijken naar van waar zijn we aan toe, wat maken we mee, wat zijn onze gewoonten van zelfsprekendheden. En je gaat zelf daarop een veranderopgave formuleren in een gewenste richting daarin. En dat wil zo zeggen dat je, en dan ga je kijken van oké,
welk hulpmiddel kan ons hierbij helpen? Ja. En pas dan ga je iets inkopen. Ja. Hè, als dan ga je dan kijken naar met wie wil ik dat gaan doen, hoe ga ik het aanpakken. En dat wordt vaak overgeslagen. Ja. Dus dan wordt er een genormeerd trainingsbureau wordt ingehuurd. Van nou, we gaan nu allemaal gespreksvoering gaan we doen. Of nou ja, communicatie, feedback geven. Ja, ja, training, feedback geven. Dat is ook zo'n succesnummer. Ja. 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 Dus als je die onderliggende patroon niet aangaat, dan is het effect dus een vorm van, dan verergert die verwaarlozing. En wat mij ook nog wel opvalt, dat je bij veranderprocessen waar ik dan mee in aanraking kom, dat mensen wel eens zeggen, ja, ik weet niet of ze het wel kunnen. Ja, dus mijn medewerkers, of ze de bekwaamheden hebben, het wordt al vrij snel op die kant gezet. Terwijl als je dat weer even die analogie naar kinderen maakt, is dat natuurlijk ook een hele gekke redenering. Het gaat veel meer over, als je aandacht geeft en wederkerige relatie bouwt, dan ontstaat er groei. Ja, ik bedoel, niet alles kan, maar dan heb je in ieder geval, kan je het bouwen. En begeleid de ontwikkeling dan ook. Hè? Ja. Want daarom ben ik zo tegen die zelfsturende teams. Op zich het ontwikkelen naar meer eigen ruimte en verantwoordelijkheid nemen, is niks mis mee. Maar als je even de theorie van Tuckman bijvoorbeeld, met die verschillende fasen, oplopend naar een performing team. Ja, een zelfsturing wordt vaak ingezet alsof het een performing team is. Ja. Nou jongens, succes, we halen alles weg. Ga lekker je gang. Ja. Terwijl dat een ontwikkelingsgang is om uit te komen bij. Ja. Je kan niet in één keer aan die performing eindfase voldoen. Ik zal die link naar het artikel ook even opnemen in de speakers notes op de website. Dat is wel leuk nog voor de luisteraars om even na te slaan, dat model. Ja, zeker. Ja. 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 Als je het goed vindt, zou ik het leuk vinden om nog een vraag te stellen van een van de luisteraars. Ja. Want die gaat eigenlijk even een bruggetje over die spanning tussen autonomie en verbinding. Die vraag wordt gesteld door Peter Lonen. En die zegt van, zou Joost iets kunnen vertellen over het toch wel spannende gebied tussen aan de ene kant verantwoordelijkheid geven, autonomie stimuleren, wat toch ook een belangrijke perspectief is om te leren en om te ontwikkelen. Ja. En aan de andere kant de verwaarlozing die op de loer kan liggen in een organisatie. Dus hoe ga je om met die spanning als leider? Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Kijk, ik ga ervan uit dat mensen competenties hebben en een bepaalde verantwoordelijkheid aankunnen. In verwaarloosde organisaties is het vaak zo dat ze dat afgeleerd hebben. Dus dat ze geleerd hebben dat je verantwoordelijkheid nemen, dat niet beloond wordt. Of het interesseert de leiding eigenlijk niet dat je dat doet. Dus dan heb je eerst een hobbel te nemen om dat vertrouwen weer terug te krijgen. En als je dan zeg maar naar de autonomie toestapt, dan loopt het weg. Dan hebben mensen zoiets van, ja jongens, het is wel goed. Ik heb het al jarenlang zo gedaan. En we zijn allemaal voor de cliënt. Maar zolang mijn rooster maar in stand blijft. Ja, maar het wel op eigen manier. We kunnen wel een afspraak maken over een nieuwe vorm van cliëntbenadering. Maar ik doe het toch op mijn eigen manier. Ja, ja. Maar hoe zou je die verantwoordelijkheid dan, stel je voor je wilde mee aan de slag. Mm-hmm. Dan zeg je eigenlijk, ja, je moet het eerst hebben over die vertrouwensrelatie. En over die wederkerigheid, aandacht. Dat gesprek is heel belangrijk. Mm-hmm. Je hebt ook al mensen die zeggen, ja, maar dan hoe groeit dan die verantwoordelijkheid? Je kan ook beginnen en dan groeit ook de verantwoordelijkheid. Zou een andere lijn kunnen zijn. Nou ja, in het opvoedkundig denken is de ontwikkeling gaat niet vanzelf. Ja. Ik bedoel tegen je 13, 14-jarige dochter of zoon zeggen van nou joh, hier alsjeblieft, we maken elke maand zoveel geld aan je over. Succes. We hebben een sleutel hier voor je, zoek het lekker uit. En by the way, we hebben je eerste rijlessen al geboekt voor over 4 jaar. En ik ridiculiseer daar gaat het wel vaak over als het gaat om, het gaat dus niet vanzelf. Nee. Dus mensen naar autonomie brengen, ook als het volwassen mensen zijn in een organisatie. En er moet ook een basis zijn van sociale veiligheid. En dat wil wel zeggen dat we ook bepaalde sociale regels met elkaar hebben afgesproken hier. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus bepaalde vrijheden zijn er ook gewoon niet. Dus jouw werktijden maar helemaal inregelen zoals jij zelf denkt, ja, gaan we niet doen. En daar moet je ook heel helder in zijn. Dus dat bieden van kaders, dat geeft ook houvast aan mensen om te weten waar je aan toe bent. Ja, dus toch uitgangspunten, principes, afspraken zijn belangrijk om duidelijk over te zijn, transparant over te zijn. En niet mensen in onzekerheid te laten. Precies. Ja, of er heel grillig mee om te gaan. Hè, dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Dan is er een hele tijd laissez-faire leiderschap geweest. En dan gaat er iets mis. Het komt in de media, een hoop gedoe erover.
En dan gaat de leiding ineens heel veel druk zetten. De zweep erop. Alle protocollen. Ik vraag me af, je zei in het begin nog even van de ene teamlid haalt makkelijker een prestatie dan een ander. Mm-hmm. Dus hoe ga je om met aan de ene kant die uniformiteit van regels en transparantie en begrenzing, die toch voor een heel team zou moeten gelden. Aan de andere kant toch de uniekheid van elk individu. Ja. De ene zal zeggen, ja, maar ik doe dat al lang, Joost. Ik doe dat wel. Piet. Hij of zij niet. En Jantje. Dat is de realiteit. En daar moet je als leiding dus rekening mee houden. Hè? Dus gewoon even een voorbeeld. Je hebt in een vergadering, zit je met elkaar, een team van 15 mensen. En een leidinggevende die aandacht heeft voor zijn mensen, die zijn mensen kent. Er is een lastige kwestie is er aan de orde geweest. En we hebben erover gesproken en we hebben er een besluit over genomen. Ja. Jij doet dat en pak jij dat op en pak jij dat op. Dan weet je van de ene collega, zeg van nou weet je wat, die komt wel. Die appt me vanavond nog even met een paar vragen. Want ik zie er nu al nadenken daarover. Ja. Dat weet je. Ja, dat zie maar je. Die ander die zit er stilletjes bij. En dan denk je als leidinggevende, dan loop ik morgen even langs. Want ik weet wel dat ze er nog even over nadenkt. En dan vaak met hele waardevolle vragen en aanvullingen komt. Dus dan ga ik er even naartoe. Ja, nou, dat precies. Is dat verschil. Dat is het verschil. Ken je mensen? Ja. Dat is, Dus het vraagt echt wel dat je, ja, wat je heel mooi zegt, ken je mensen. Interesse, nieuwsgierigheid, maar ook de bereidheid om dus te variëren in je stijl. En niet te denken, ik heb het nu afgetikt, afgehamerd. En volgende week zie ik wel de update. Ja. En ken je mensen, let wel hè, gaat niet zozeer over dat je precies weet wat de privéhobby's van die persoon zijn. En dat die graag op de hond past of zo en dat je daar je rooster op aanpast. No way, daar moet je heel helder in zijn. Werk is werk en privé is privé. Ja. Daar hebben mensen echt een eigen verantwoordelijkheid in. En dat hoeft niet door het werk gefaciliteerd te worden. Je houdt wel een pleidooi voor een zekere professionele organisatie. Ja. Denk ik zo. Ja. Natuurlijk kan je bevriend zijn en elkaar graag met elkaar werken. Professionele distantie is juist in verwaarloosde organisaties is dat zo belangrijk dat we weer functioneel met elkaar omgaan. Daarom zeg ik ook altijd, je hebt wel eens een dag dat je met mensen echt keihard aan het werk geweest bent. Dat er echt ongemakkelijke dingen gezegd zijn. En dan moet je daarna niet iets leuks moeten doen met elkaar. Je bedoelt het vlot bouwen, zeg maar. Wat toch, of met elkaar gaan zingen. Ja. Want, ja, maar joh, is toch leuk, even zingen? Ja. Nou ja, precies. Je voelt het ongemak al als luisteraar, denk ik. Dan moet je iets leuks doen met collega's waarvan je nog denkt van die klootzak, hij heeft het niet echt begrepen en hij is wel oorzaak van het probleem en zo. Dus als je de plek ter moeite opzoekt, hou het functioneel. Dus daarom ben ik ook heel erg de jongens, want ik hoor dat dan wel in de voorbereiding van ze dacht, oh Joost, gaan we ook iets leuks doen? Ik zeg, joh, als jullie dat willen doen, doe dat gerust, maar niet in de dag die wij samen gaan doen. Nee, maar ik kan me voorstellen, als je enig plezier kan ontwikkelen in die plek der moeite opzoeken. Je zegt, nou, dat is onderdeel van ons vak. Het is eenmaal, we werken met elkaar, we moeten af en toe de lastige dingen opzoeken. Is het heel gek om daarna te gaan kanoën. Ik bedoel, het kan wel, het is niet enorm, maar jij zegt van ja, dat zijn al een beetje, niet voel je al moment, wel aan. Niet op dat moment, want je maakt wel een ontwikkeling door. Ja. Ik heb gewerkt met een managementteam van een faculteit van een hogeschool en in het begin moest echt keihard werken met die faculteitsdirecteur en ik alles voorbereiden. Helemaal processen zo'n dag zoals we dat deden. En toen ergens in het tweede jaar ging dat kantelen, dat men een paar nieuwe instituutsdirecteuren initiatieven begonnen te nemen. En toen zei ik tegen hem van, oh wacht even André, nu moet je even op je handen blijven zitten. Want nu moet je het even laten lopen. Ja. Dus ga maar even kijken wat er gebeurt. Ja. Dat is even onwennig, maar daar kwamen mooie dingen uit. Ze gingen ook inderdaad aan de slag. En toen hebben we in het derde jaar ontdekten we dat mensen heel graag muziek luisterden. En toen zei een van die instituutsdirecteuren, zeiden van nou, zullen we eens even ons favoriete muziekstuk tevoorschijn halen? Doen we dan na het eten. Ja. Hebben we nog een avonddeel, gaan we dat even doen en dan gaan we daarmee aan de slag. Nou joh, fantastisch. Ja, hij had zelf een gitaar meegenomen, hij stond daar Bruce Springsteen te vertolken op een manier dat je zegt, wauw, dit is mooi. Ja. Maar in die zin is jouw werk is ook niet een pleidooi om het heel saai en serieus, maar je zegt wel, als je wil werken aan verbetering en je wil echt effect hebben, dan moet je die plek der moeite opzoeken. Het gaat over aandacht, wederkerigheid, een vorm van professionaliteit en die vormen van verwaarlozing ook gaan analyseren en inzichtelijk gaan krijgen. Echt, daar hoort nog niet bij een hut gaan bouwen, niet, zeg maar. Precies. Leuk. Ik ga nog even door naar want het viel mij op, ik krijg er echt veel vragen over. Dus wat dat betreft, je merkt wel dat thema wel leeft. Robert-Jan Loosen vraagt zich af, als ik nou die dynamiek wil doorbreken, ik ben professional en ik zie dat in mijn organisatie, waar moet ik nou beginnen?
Nou, je hebt er iets over gezegd, die analyse. Maar ja. Als je nou onderdeel, je bent eigenlijk in een organisatie professional. Je werkt daar en je voelt, ja, mijn leidinggevende, het lukt niet. Nou, dat is als je lid bent van een team, dat is sowieso een waarschuwing. Als je dan tegen verwaarlozing aanloopt, je ontdekt dat het er is, accepteer ook dat je dan maar een bescheiden invloed hebt. Je kunt een rol spelen in de agendering, dat zeker. Okay, uiteraard zul je bij je leidinggevende, je gaat dus bij collega's, ga je sonderen. Een HR-adviseur kan daar een rol in spelen. Maar realiseer je dat groepsdynamiek in verwaarloosde organisaties is gewoon... Groepsdynamiek is überhaupt krachtig, ja. Maar zeker ook in professionele organisaties waar ik het meemaak dat jonge docenten echt vol zitten met initiatieven en dan aanlopen tegen de gevestigde orde van hun collega's. Die zeggen, ja joh, dat hebben we al 3 keer geprobeerd en op die manier. En dat kun je zelf ook niet van mensen verlangen om dat te doorbreken. Nee. Dan moet je bescheiden in zijn, kijken of je het kan agenderen, of je het gesprek kunt voeren erover. Ja. Maar ook weten, je kan niet in één keer het patroon radicaal... Je kan dat zelf niet doorbreken. Je kan wel, als het proces van gezondmaking loopt, dan ben ik altijd buitengewoon alert en blij met mensen die dan op een gegeven moment een collega gaan aanspreken. Ja. Je herkent dat wel in een team. Er zijn er een paar die nog steeds niet willen. En die beginnen er allerlei ontwijkmanoeuvres en zure verhalen te vertellen. En dan zegt een collega op een gegeven moment, misschien deze collega wel, die zegt van, nou, joh, ik hoor wat je zegt, maar ik zou nu toch graag even bij het onderwerp willen blijven. Ja. Want laten we dat verleden nou maar even laten liggen. Ik wil even er ligt iets moois op tafel en daar wil ik het graag over hebben. Ja. Nou, dat complimenteer ik, dat zijn de momenten, hey, nu gaat het kantelen. Ja. He, want mensen die hebben deze zorg, hebben ze individueel al langer, zullen elkaar ook wel eens aanspreken daarover. En als je ze 1-op-1 spreekt, heel oprecht, denk je van wauw, die wil echt. Maar dat mag je in de groep nog niet verlangen. Dat komt pas als je inderdaad... Ja, het is ook wel, aanspreken is ook wel, dat blijft voor heel veel mensen ontzettend moeilijk. Terwijl, ik vraag me altijd wel af of mensen dat echt hebben geprobeerd en ook effectief... op het goede moment het aandurven te gaan. Vaak is het toch nog... Ik merk het zelf ook. Het is altijd wel moeilijk en spannend. Tuurlijk. Je wordt er beter in. Het is wel zo, als je het vaker doet, word je er beter in. En er zitten informele hiërarchieën in. Ik had gisteren een sessie in een zorginstelling naar aanleiding van een aantal incidenten. En een van die incidenten, er kwam uit naar voren dat een jonge verpleegkundige die goed opgeleid is en een verzorgende, die hadden samen te maken met een incident. En die verzorgende was sowieso zogenaamd een ervaren medewerker. En op alles wat die jonge collega zei van, oh goh, vertel eens. Ja, nee, dat is inderdaad misgegaan. Oh ja, nee, daar heb ik toen niet aan gedacht. Oh, dan wil ik leren hoe ik dat anders... Dus die stond er heel open en reflectief in. En die zogenaamd ervaren medewerker zei steeds, ja, maar het is niet jouw schuld hoor. Nee, daar kan jij niks aan doen hoor, meisie. Ja. Nou, en dan loop je tegen die dynamiek aan. Dus dat jonge mensen die willen reflecteren, die willen leren. Die willen ook best een fout toegeven. Ja, die zijn niet bang. Die zien dat als een kans om daar iets van te leren. En die toedekkende collega daar dan bij, die elke keer het vanuit een soort familiair perspectief heeft. Nou, als je in zo'n team zit, dat is verdraaide lastig. Ja, ik herken wel die spanning dat mensen die met veel ervaring soms eigenlijk ook denken dat die ander ook diezelfde ervaring heeft. Of diezelfde analyse kan doen. Dat zie je ook in scholen, in klassen ook. Hè, dat de leerkracht zich niet als expert meer wil opstellen, maar als coach. Terwijl hij of zij is een expert, als je wil leren rekenen of wil leren schrijven. Ja. En is juist heel goed om dat kind ook als kind te zien en zo te benaderen in zijn ontwikkeling. Ja. En ik kan me voorstellen, als je dat hoort, dat doe je 2-3 keer. Dan denk je, ja, laat maar. Ik kan blijkbaar niet met ervaren collega's spannende vragen stellen. Dat voorbeeld dat ik net ook gaf, dat gaat dus dat je doorprikt, wat is hier nou eigenlijk een ervaren collega? Ja, wat is eigenlijk ervaren? Want dat blijkt eigenlijk een ervaren collega in de sociale codes te zijn. Ja. Wel, overigens, ik weet niet of dat zo is in dit geval, maar ik kom ook in een organisatie waar dan het woord ervaren ook een soort nieuwe functie is. Dus dan heb je dan zeg maar ontwerper en dan heb je ervaren ontwerper, senior ontwerper. En dan blijkt dat er vaak een soort tussenlaag te zijn. Zonder een soort inkomen. Dan is het, vind ik ook gek, al die hiërarchische... zijn eigenlijk bypasses als het systeem niet werkt. Mm-hmm. Want in principe zou een structuur natuurlijk vrij
simpel moeten functioneren in hiërarchische lijn. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Nou ja, daar komen we weer een beetje terug op. Welke rollen kun je, leidinggevende rollen, kun je delegeren in een team? Ja. En vaak kan dat met inhoudelijke rollen natuurlijk wel. Hè? Als je de zorg, zeker in de ziekenhuizen en zo, waar je... Nou ja, daar gaat het echt over kennis en kennis onderhouden en zo. Daar kun je wel degelijk ook, zeg maar, de vakspecialist een rol in geven om te zorgen dat protocollen up-to-date blijven, dat de kennisniveaus goed getriggerd worden en mensen daarop aangesproken worden. Ja. Dat hoeft niet allemaal in de lijn te zitten. Nee, kun je bij de professionals zelf houden. Ja. Maar de sociale omgang met elkaar, ja, daarin zijn alle mensen wat mij betreft gelijkwaardig. Dat de dokter zich net zo goed aan fatsoensnormen heeft te houden als de schoonmaker in een ziekenhuis. Dat, mooi. Ja. Nog een vraag, als je het goed vindt. Ik stoom nog even door. Lisbeth Bos heeft wel een hele leuke vraag. Ze zegt, in de pedagogiek komt het begrip liefdevolle verwaarlozing ook wel voor. Is dat nou ook van toepassing op een organisatie? Dat je soms dus niet te veel moet ingrijpen? Hoe kijk je daar naar? Liefdevolle verwaarlozing. Dat ermee bedoeld was. Hoe zei jij het misschien? Ja, zoals ik hem hoor bij liefdevolle verwaarlozing. Laat ik eerst zeggen, als je ermee aan de gang gaat, dat heb ik geleerd van die begeleiders in de jeugdhuizen. Dat is heel erg zwaar. En toen heb ik een keer gevraagd aan een manager van een bedrijfseenheid waar ik kwam, waar die had ze, oh jongens, ze zijn bezig de stoelpoten onder me vandaan te zagen en de OR heeft al vragen gesteld en zo. Wat een rotzakken eigenlijk. Dat was eigenlijk de boodschap. En toen vroeg ik haar op een gegeven moment, want er zat ook wel wat in die zorgen die er kwamen, hou je wel een beetje van die rotzakken? Nou, dus er zit in dat aanpakken zit ook iets liefdevols. Van ja, veel van dat wangedrag van docenten, van machinisten, van buschauffeurs, er zit ook zorg in. Ja. Alleen ze hebben niet meer helemaal geleerd om dat op een goede manier te doen. Misschien vragen ze wel een vorm van aandacht, hè? Precies, precies. Dus daar kan ik het begrip liefdevol bij. Hè? Dus herstellen van verwaarlozing, dat doe je ook vanuit een zekere passie. Ja. Van ik laat jullie niet in de steek. Nee. Ik ga je nu even echt op je kloten geven, maar ik laat je niet in de steek. Dat. Een andere invulling van dat begrip is, liefdevolle verwaarlozing, kan verwenning zijn. Dus overal maar aan tegemoetkomen en ik zal me niet te lastig doen, want als ik die vrije dag nu niet gun, dan meldt hij zich ziek. Oh ja. Is dat liefdevolle verwaarlozing? Ik weet het niet. Dan is er nog een derde invulling en de mensen die het programma De Luizenmoeder hebben gezien, die zullen dat onmiddellijk... Dat is echt een prototype van een verwaarloosde organisatie. Überhaupt van de geleefde werkelijkheid. Ja. Ik vind het geweldig. Ja, ja, ja. Nou, daar kwam dat begrip de curlingmoeder voorbij. Ja. 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 Ja, zo moet je natuurlijk ook niet leiding geven. Nee, dat je alle obstakels voor kinderen wegcurlt, hè, was het idee. Zodat die, zodat precies. Dat, zodat dat die, hoe noem je dat? Die puk, zeg maar, als het ware heel mooi snel kan doorglijden. Precies, precies. Ja, je mag ook wel mensen hun eigen leerproces gunnen. Precies, laat iemand ook zelf maar even fouten maken en gewoon eens eventjes op zijn bek gaan. Dus als dat hoe liefdevol is dat dan? Hè? Dat kan te beschermend zijn. Ja. Ik zit te denken nu dat zo zegt dat bijvoorbeeld het formuleren van leerdoelen is eigenlijk ook een vorm van curling vader of moeder zijn. Want daarmee zeg je eigenlijk ook van ik heb al bepaald wat je moet leren in deze ervaring of in deze training. Mm-hmm. En dat moet je dan maar gewoon gaan doen. Terwijl we zouden veel meer de vraagstuk centraal moeten stellen, het werk. Ja, ja. En iemand zijn eigen ontwikkelpad gunnen, wel met een bepaalde vorm van begrenzing natuurlijk. Nou ja, daar kom ik weer terug bij het begrip de plek der moeite. Wat weer teruggaat op Edgar Schein, die eigenlijk stelde van leren is helemaal niet leuk. Hè? Vanuit de pijn komt het leren. Ja. Dat geldt denk ik ook wel in organisaties. Dat mensen of gemotiveerd zijn om te leren omdat ze iets heel graag willen. Hè? Ja. Hè? Maar heel vaak ook ergens tegenaan moeten lopen om dan zoiets te hebben van shit, dit wil ik gewoon niet meer. Wil dat echte gesprek gewoon wel goed kunnen voeren. Zou ik zeggen, het gaat aan de ene kant over nieuwsgierigheid, passie, hè? Ik wil iets nieuws doen, ik ga het uitproberen, dat kan een route zijn, maar inderdaad heel vaak kom je natuurlijk tegen, ik heb hier gewoon tabak van. Ja, ja. Ik wil hier vanaf, ik wil dit anders, ik wil dit. En dat zie ik vaak gebeuren wanneer je met die gezondmaking in verwaarloosde organisaties bezig bent, dat je dan trainingen kunt inzetten. Ja, dus dan zeg je, die werkelijkheidsanalyse, ga het gesprek aan met je mensen over wat vinden we hier normaal. Er komt van alles achter vandaan. En dan komen teamleiders naar je toe en zeggen, ik vind het eigenlijk verrekte lastig. Ja.
Ik ontdek dat ik dat moeilijk vind. Kan ik daarin ondersteund worden? Nou, dan moet je komen met goede praktijkgerichte trainingen en een aanbod. Maar ik hoor dan ook uit hoe je dat zo zegt, dat aanbod veel meer een plek is waar je samen nadenkt over de inrichting van het aanbod, dan dat je dat van tevoren bedenkt vast kan stellen. In maand 7 gaan we dan dit doen. Training gesprekstechnieken. En dat is natuurlijk ook het lastige is dat business partners zoals HR of communicatie zich ook verantwoordelijk voelen voor een verandering. En dat vanuit allerlei goede intenties, maar waarschijnlijk de verkeerde, helemaal gaan invullen. Ja, en dat is natuurlijk wat we vaak heel erg spannend vinden bij leren, om het echt ook bij die professional zelf te houden. Ja, en te koppelen aan het werk. Ja. Dat komt ook dan weer voort uit die verwaarlozing. Maar ja, je wil daar een situatie wil je veranderen. Ja. En gekoppeld aan die verandering, die verrekte concreet is in houding en gedrag, daar koppel je een leeraanbod aan. Ik vind het uitermate interessant dat die spanning tussen leren en werk, je zou kunnen zeggen, doordat we het hebben geknipt, proberen we het nu weer te plakken. Ja. Ander thema, ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt, is iets waar ik nou de afgelopen maanden wel mee bezig ben. Het idee van discipline. Mm-hmm. We hebben heel lang gezegd, als je kijkt naar de veranderliteratuur de afgelopen jaren, dat motivatie en passie en nieuwsgierigheid belangrijk is. En dat je, dan ontstaat het ook, hè, het idee van in die kleuren van verandering, hè, een beetje wit en groen, hè, dat, samen en leren, nou, rood zou er dan bij passen. Ja. Ja. Maar je ziet eigenlijk, uit Amerika komen er wel nieuwe boeken van bijvoorbeeld Jocko Willink is dan zo'n Navy SEAL teamleider. Een van de meest gedecoreerde Navy SEAL veteranen. Ja. En die zegt eigenlijk, ja jongens, zoals ik het zie, gaat het over discipline. Dat je als team eigenlijk constant met elkaar het gesprek voert over situaties en een routine ontwikkelt die je wel steeds kan bijstellen. Ja. En waarin het leiderschap kan roleren op basis van de verantwoordelijkheid of de kracht die iemand heeft. Mm-hmm. Hij zegt, ja als je 3 dagen niet gegeten hebt, heb je geen motivatie meer voor een verandering. Nee. Maar in verandering hebben we eigenlijk, vinden we discipline, elke dag eraan werken, toch een beetje lastig. Nou ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ga helemaal mee in die stroming. Wat vinden we normaal en wat vinden we niet normaal? Dat gesprek voortdurend met elkaar blijven volgen. Ja. En ook durven begrenzen. Ja. Ik merk in heel veel organisaties waar ik dan aan het werk ga, ingeschakeld word, dat mensen dat eigenlijk heerlijk vinden, die duidelijkheid. Dat hoor je ze letterlijk ook zeggen van, de leiding doet er weer wat mee. En wij ook zelf motten we er wat mee. Ik moet die collega er ook niet mee weg laten komen. Alleen, door sommige vakgenoten wordt dit een beetje verdraaid als van, ja, Joost, jij wil weer hiërarchisch leiderschap terugbrengen. Ja. Nee, ik wil leiderschap met aandacht terugbrengen, waar ook bij hoort dat je elkaar durft een norm te geven en te stellen. En leiderschap is een vorm van uitspreken wat de norm is, dat gesprek voeren vanuit aandacht en snappen hoe het werk eruit ziet. Ja. In plaats van, het is niet de baas willen spelen of zo. Maar zo hoor ik het niet wat je zegt. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. Het kan denken als een vrij strak georganiseerde organisatie. Nou, opvoeden. Het heeft in de volwassenenwereld misschien een beetje een klank van, oh, dat moeten we toch niet meer doen. Maar ik vind van wel. Ik ben nu een nieuw boek aan het schrijven. Advieswerk in verwaarloosde organisaties. Wow, voor interne en externe adviseurs. En ik maak er een soort model van verschillende soorten van advieswerk. Daar onderscheid ik het instrumentele advieswerk. Ja. Dus het uitrol benaderen, het scrummen, et cetera. Het democratische advieswerk. Van alles laten we wit en groen. Het lerend advieswerk, wat nog heel erg ontwikkelend wel is. En dan zet ik het opvoedkundig advieswerk zet ik daarnaast. En dat durft dus een norm te stellen. Dus dat je aan de slag gaat met van ja, wacht eens even mensen, waar waren we ook alweer van? Wat is de bedoeling hier? En wat is de bedoeling hier? Wat vinden we normaal met elkaar? En zullen we daar ook weer eens eventjes aandacht aan besteden? Nou, je zou kunnen zeggen dat in de meeste gezelrelatie er constant op die manier wordt gekeken naar je vak. Hè? Als je leert schilderen, wordt er uitgelegd, zo moet je dat voorbereiden. Op deze manier moet je je voorstudie doen, niet op die manier, dan doe je het fout. En als je het zo dit aanschaft, dan lukt het niet. Ja. Het is ook een vorm van begrenzen, opvoeden van die professional. Ja. Ja. En ik snap ook wel wat je zegt over, dat is ook leuk. Maar je wil ook beter worden. In principe willen mensen beter worden in hun vak. Ik denk dat eigenlijk iedereen, dat zou wel de intentie, dat je leuk werk wil doen, betekenisvol werk. En dat je wilt leren van anderen. Ja. Dus daar hoort dit natuurlijk ook bij. Daar hoort dit ook bij. Maar we zijn het een beetje vergeten, zeg je eigenlijk. Ja dat zijn we gewoon vergeten. Ja. En dan is er dus veel te weinig aandacht geweest voor de onderlinge sociale verhoudingen. Ja. Nou, dan haal ik even de groepsdynamiek aan. Die zelfsturende teams, dan geef je eigenlijk iedereen over aan het recht van de sterkste. En dat vind ik, dat moet je niet willen. Daar heb ik een norm op. Ja. Het recht van de sterkste in organisaties. Nou ja, we zien het maatschappelijk in deze tijd van neoliberalisme.
Misschien gaat mijn volgende boek wel over maatschappelijke verwaarlozing. Ik denk dat het neoliberalisme nu wel aantoont dat dat heel veel aandacht heeft gekost en dat het alleen nog maar over geld gaat. Ja, het is de markt, het is economisch. Het eindpunt is, alles is een economische entiteit. Precies. En als je een individu, en je bent sterk genoeg, dan sta je op. Maar je zegt eigenlijk, daarmee sla je heel veel mensen ook over. In die zelfsturing, dan dat roept op dat iedereen die sterk is en capabel is en mondig is. Informele ook. Leiders, die gaan het daarvoor het zeggen hebben. Ja. Hè? Dus die verzorgende waar ik het net over had, die hier al jarenlang werkt. En die haar oom hier ook werkt en haar moeder zit in het huis en zo. Dat is de informele leider. En die goed gekwalificeerde jonge medewerker, die echte opleiding heeft, ja, die heeft het nakijken. Goh. Maar wat dat betreft heb je nog genoeg studies voor je. Je noemde al twee boeken waar je nog één ben je mee aan het werk. Nou, die ene ben ik mee aan het werk, die andere is een plan wat verder. Hartstikke leuk. Wat verder weg. Want, ja. Voor de luisteraar, ik zou even graag het boek. Want je hebt het ook het is ook in het Engels uitgekomen: hè? Emotional Abuse and Neglect in the Workplace. In the workplace. Dus het is ook echt voor diegene die luistert die internationaal werkt, is dit ook wel. Ik ontdekte daar laatst een heel leuk wijsheid in. Ik sprak met Jesse Segers van CEO. Ja. En zoals je weet, die is prof aan de Universiteit van Antwerpen op het gebied van leiderschap. En die zei, nou Joost, weet je, het is leuk dat jij een internationaal boek hebt, want daarmee wordt je geloofwaardigheid bij ons in België een stuk groter. In België? Ja. Ja. Dus je zou denken, de Vlaming die leest ook mijn Nederlandse boeken. Nou ja, die wordt nieuwsgierig als hij weet dat er ook een internationaal boek is. En verdomd, ik ben inderdaad benaderd door een aantal mensen nadat er laatst een publicatie over Anderlecht was, waarin Jesse commentaar heeft gegeven en daar het concept van verwaarlozing ook heeft geïntroduceerd. Nou, ik denk ook wel in die zin, ook zo'n podcast als dit, het is ook leuk om die kennis verder te brengen, te delen met mensen die, en daar helpt het natuurlijk bij om een boek te maken, een artikel te maken, maar het ook in andere talen beschikbaar te stellen. Ja. Ja, sommige zijn natuurlijk wel. En wetenschappelijk bezig te zijn. Ja. Ik ga in september naar de British Academy of Management, hebben een paper ingediend. Is pas geleden geaccepteerd. En dan gaan we ook in de Engelse taal dit gedachtegoed behandelen met wetenschappers, praktijkmensen daarin. Hartstikke leuk. Als je nou nog wat verder bent, misschien als het nieuwe boek uitkomt, zou ik je van harte nog eens willen uitnodigen om nog eens aan tafel te schuiven. Om vanuit die adviespraktijk nog eens graag te verkennen. Ja. Het is ontzettend leuk om zo met je in gesprek te zijn over verwaarlozing en wat je eraan kan doen. We hebben best veel, volgens mij wel, ik zit even links stiekem te kijken, in ongeveer een uur behandeld. Ja. Ik zal de speakers notes ook toevoegen, zodat luisteraars en kijkers ook de artikelen en de links, en misschien ook wel het Engelse paper, als het geaccepteerd is, zeker kunnen terug downloaden. We zorgen dat er links komen naar veel meer artikelen, zodat mensen die kunnen downloaden. Gaan we dat doen? Ja. Dan ga ik langzaam even richting een afronding, Joost. Ja. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Leuk dat je aan tafel was. En hopelijk tot de volgende keer. Voor diegene die zich wilt aanmelden om automatisch de speakers notes en de nieuwe aflevering te kijken, ga naar chipcast.nl/doe-mee. Dan komt dat helemaal vanzelf in orde. En voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer maar weer.